Dag allemaal, welkom. Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cwoi.eu, Church Without Walls International. Goed om jullie weer te zien. Goed, vandaag wil ik het hebben over huiskerk, de basis, of familie, de basis van een huiskerk. Afgelopen keer heb ik iets gedeeld over huiskerken en hoe de Heer werkt in gezinnen, in families en hoe de Nieuwe Testament geschreven is door mensen die huiskerk deden aan mensen die in huiskerk waren. Vandaag wil ik het hebben over de basis van een huiskerk, wat het gezin is of de familie, hoe je het dan ook kunt noemen. En daarmee wil ik bij jullie beginnen bij Abraham, Genesis 18. En we kijken hoe ver we komen. En je kent het verhaal dat de Heer met twee engelen bij Abraham aankomt. Ze hebben een maaltijd en dan op een gegeven moment gaan de twee engelen weer weg. En dan gaat Abraham, die loopt dan even met hen mee. En dan in vers 17 van Genesis 18 zegt de Heer dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal zeker een groot en machtig volk worden. Met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de recht des Heeren zouden bewaren, door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer en Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Wauw, je ziet hier dus een aantal dingen. En ik hou ervan een van die Engelse vertalingen, de Amplified, die zegt van, zal ik voor Abraham, mijn vriend en mijn dienstknecht, verbergen wat ik ga doen. Hij noemde Abraham zijn vriend en zijn dienstknecht. Kom ik straks later aan toe. Zal ik hem verbergen? En zegt hij, want ik heb hem gekend. Waarom zou hij niet verbergen? Hij kende Abraham. En dan zegt hij op laat, want Abraham zal zeker een grote machtig volk worden. Want ik heb hem gekend. Dus wat zien we hier? We zien Gods plan voor Abraham. Dat Abraham groot en machtig volk zou worden. En dat hele volk van de aarde in hem gezegend zouden worden. Dat zie je, dat is het plan van God. En dan trouwens Abraham, weet je wat Abraham betekent? Vader of menigte of vader van veel volken. Dus, maar hoe gaat hij Abraham tot een groot en machtig volk maken? Hoe doet hij dat? Laten we eerst even naar Genesis 12 gaan, want daar vertelde hij dat ook al aan Abraham. Hoofdstuk 12, vers 1. De Heere zei nu tot Abraham, ga uit je land, uit je maagschap, uit je vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Uw naam groot maken, gij zult het een zegen zijn. Ik zal zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Met u zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. Wauw, ik vind het zo mooi wat de Heer zei. Oké, je zult gezegend worden enzovoort. Maar zei, ik zal je tot een grote machtig volk maken. He, als we een belofte van de Heer hebben, dan moeten we niet proberen dat zelf maar uit te laten komen en te vervullen. Nee, de Heer zei, ik zal dat goed doen. Maar hij noemde Abraham hier mijn vriend en mijn dienstknecht. Dus Gods deel is om dat te volbrengen. Hij heeft een plan met Abraham. Hem zegenen, een groot en machtig volk zal hij worden. Het deel wat Abraham moet doen, dat is dat hij, wat staat hier, hij moet gebieden dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren bewandelen door recht en door gerechtigheid en recht te doen. Dat is Abrahams kant eigenlijk. Waarom moet hij dat doen? Opdat de Heer aan Abraham kan vervullen wat hij aan hem gesproken heeft. Dus het is een beetje als een sandwich. Misschien heb je wel eens een hamburger sandwich gehad of zo. Heb je die twee beide broodjes en binnenin is die lekkere hamburger met wat meer vulling enzovoort. Wij zien de buitenkant. De bovenste kant is als het ware het deel wat God hier zegt. Abraham zal een groot en machtig volk worden. Met hem zullen alle volken de aarde gezegend worden. Wauw, dat is de bovenkant, dat zie je. De onderkant, de onderste kant van het broodje, dat is opdat de Heer en Abraham zou vervullen wat hij gesproken heeft. Dus dat is de belofte, dat is de vervulling van die belofte. En daarbinnenin is het deel waar het eigenlijk om gaat en waar de Heer mee bezig is. Ik heb hem gekend, dus eerst moest Abraham hem kennen en God moest hem kennen, zodat hij Gods vriend kon worden. En Abraham zijn vriend kon worden en God zijn vriend kon worden. Opdat hij gebieden zou dat hij zijn zoon en zijn huis na hem de weg des Heren zou bewandelen. Dat is dat binnengedeelte. Dat is als het ware die hamburger. Dat is degene wat onzichtbaar is. Dat is het werk wat God in ons hart doet. Dat is het werk wat hij in ons gezin doet, in onze familie, in onze huwelijken. En dat is hetgene wat tijd kost. He, zo die broodjes, om dat voorbeeld maar even aan te houden, die kan je zo kopen, die broodjes zijn zichtbaar, dat ziet iedereen, maar die binnenkant, die zit verborgen. Maar daar is juist net waar degene waar het werkelijk in zit. Die hamburger moet gebakken worden, moet gekruid worden, er komt van alles bij. En zo is het ook met ons, dat duurt het langst. En die belofte spreekt God zo en ik kan het ook zo vervullen, maar eerst wil hij het vervullen
moet Abraham eerst datgene doen. Moet hij zijn hart aanraken, moet hij God leren kennen. En moet hij zijn zonen en zijn dochters gaan leiden naar de wil van de Heer. Wauw. En ik hou ervan dat er staat dat Abraham Gods vriend was. Er zijn 3 meer teksten in de Bijbel die dat noemen, dat Abraham Gods vriend was. In Jacobus 2 vers 23, in Kronieken 20 vers 7 en in Jesaja, daar wil ik even naartoe gaan. Heb ik dat al opgezocht? Heb ik nog niet. Jesaja 41 vers 8, daar staat dat. Gij Israël bent mijn knecht Jacob die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. De Engelse Bijbel zegt het zo mooi. Nakroost van Abraham, mijn vriend. Dat mijn vriend, dat komt daarna. Zo van, wow, Abraham is mijn vriend. Dan zie je dat de Heer trots is en dat hij er blij mee is. Dat hij Abraham kent en dat Abraham zijn vriend is. Wauw, hoe bijzonder is dat? Een andere vertaling die gaat over in Genesis 18. Dat is dan een Engelse vertaling. Maar ik zal hem eventjes lezen in het Engels en dan vertalen in het Nederlands. Dat is de Holman Christian Standard Bible. Het zegt, I have singled him out. That he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I've promised. This is how the Lord will fulfill to Abraham what he promised him. Well, so in Dutch, ik heb hem uitverkozen, uitgezocht. En misschien heb je dat idee ook al, zoals Abraham uitverkoren, uitgezocht was uit het familie. Uit zijn gezin, uit die grote familiebanden. De Heer zocht hem, koos hem daaruit. Misschien heb jij dat idee ook wel. Want ik ben de enige uit mijn gezin. Mijn broers en zussen kennen de Heer niet. Mijn vader en moeder niet, mijn ooms en tantes niet. Maar de Heer die zocht mij uit. Zodat hij zijn direct, dat is richting geven. Direct, dat is niet gebieden, wat in de Nederlandse Bijbel staat. Maar direct, dat is richting geven. Vertellen, die kant gaan we op. Niet afwijken, niet naar rechts, niet naar links. Maar het wil ook zeggen dat je advies geeft en dat je iemand instructies geeft. Dus dat was Abraham's taak. Hij moest de kinderen en zijn huishouden vertellen. Dat is die kant gaan we op. Wij zullen de Heer volgen, ik en mijn huis. We wijken niet af naar links, we wijken niet af naar rechts. En dit is hoe je het doet. Zo dien je de Heer. En hij leidde, ze gaf ze instructies en hij deed het voor. Want het voorbeeld is natuurlijk het beste om te doen. Dus even terugkomen. God had een plan met Abraham. Hij koos Abraham uit. Hij had een plan met Abraham. Hij vertelt Abraham wat hij wil doen. En dan Abraham, net zoals wij, wij willen die belofte vervuld zien. We denken, oh, nu gaat het gebeuren. Hè? Zoals met huiskerk, wat ik al zei, familie, dat is de basis van huiskerk. God spreekt misschien een belofte, van ik wil dat je huiskerk doet en weet ik veel. En wat hij er verder bij zegt tegen jou. En je denkt, oké, ik open mijn huis en nu gaat het gebeuren. En dan gebeurt er nog niks. En dan denk je, hoe kan dat nu? Heb ik het gemist? En wij wachten op die belofte, die onderste kant van het broodje. Maar nu is God aan de binnenkant aan het werk. Hij is aan de binnenkant, in jouw hart aan het werken. Dat het niet om jou gaat. Hè, maar dat het om God gaat. Heel je hart zacht hebben. Zodat je daar bent voor mensen. Dat je ze kan begeleiden. Dat je ze kan helpen. Dat je het hart van de Heer hebt. Dat je niet alleen een vriend van God kan worden. Dat ook. Maar dat je ook een dienstknecht van God kan worden. En als hij dat gedaan heeft, is hij in staat om die belofte te vervullen. En dan gebeurt datgene waar je naar uitkijkt. Goed, dus dat is de Heer aan het doen. Zoals er ook in 2 Petrus 1 vers 3 staat, dat die beloften er zijn, zodat de Heer een heiligheid in ons kan werken, kan uitwerken, zodat wij meer volwassen gaan worden. Trouwens, het woord dienstknecht, het woord doulos in het Grieks. En een dienstknecht of een doulos, dat was iemand die gekocht was eerst door een meester. Die was dus een slaaf, dat je ook zou kunnen zeggen, een slaaf. En die moest die meester dienen, maar op een bepaald moment dan mocht hij gaan, dan zat zijn tijd erop. Kon die weg als hij dat wilde. Maar soms had je daar ook slaven die zo van de meester hielden en hem zo graag wilden dienen dat ze een doulos werden. Een slaaf, vrijwillig die meester wilde dienen. En dat wil zeggen dat de wil van die dienstknecht helemaal opgeslokt werd door de wil van de meester. Dat het niet meer gaat om wat die dienstknecht wil, maar dat het gaat om wat de meester wil. Paulus noemt zichzelf een doulos, een dienstknecht, een slaaf van Christus. En Jezus natuurlijk zegt, het gaat niet om mij wat ik wil, maar wat de Vader wil. Dat ik doe of wat ik zeg enzovoorts. Het ging om wat de Vader wil. Abraham was ook zo geworden. In die tijd dat God in zijn hart werkte, werd Abraham de vriend van God. Hij leerde God kennen. Hij had het hart van, oké, Heer, wat u wil, dat ga ik doen, dat wil ik doen. En dat is zo bijzonder. En wat is een vriend? Een vriendschap.
He, dat is van hart tot hart. Dus vriend is iemand die je leuk vindt, die je mag, waar je tijd mee door wil brengen. Je hoeft niet eens alles wat te zeggen, maar je wilt gewoon bij die vriend zijn. Je deelt je emoties, je verlangens, je verdriet. Je kan alles delen. En Abraham was dat met God en God was dat met Abraham. Kan je voorstellen dat God... dat hij zijn verlangens deelde. Soms misschien ook wel zijn verdriet, waar hij verdrietig over was. Maar dat hij dat kon delen. En dat er een vertrouwensband was. Dat Abraham niet alles wat de Heer hem deelde, zomaar aan iedereen vertelde. Maar dat er dingen waren die privé waren en die hij niet deelde. Hoe werd hij nou Gods vrienden? Dat is misschien iets om het de volgende keer over te hebben. Want er is toch zoveel meer te leren en te zien vanuit het leven van Abraham. En wat belangrijk is voor ons als we huiskerk willen doen. En als we een vriend van God willen zijn. Tot de volgende keer. Dan, dag.